Daan is zo sexy achter de camera. Ik ben... Hij doet ook met zijn tong en allemaal vieze dingen. Maar goed, hoi, ik ben Tom. Ik ga er gewoon doorheen. Ik ben Tom van Gamersnet en we zijn weer terug met een unboxing. Ik ben net terug van wintersport en er waren allerlei leuke pakketjes binnengekomen. Namelijk dit. En dit is geen normaal product, maar ik dacht we gaan het toch even unboxen. Want het is, als ik het goed heb, van Razer. Die hebben namelijk een soort van nieuwe service opgestart. En dat is dan de Z-Vault. En daarover gaan we straks meer vertellen. Maar eerst gaan we gewoon even kijken of we dit pakketje sexy open kunnen maken. Ik heb even een mes meegenomen. Het is alleen wel een beetje een oud mes. Ik ga richting de camera snijden. Maar het is niet een normaal product. Dus je moet ook niet gaan verwachten dat er nou een normaal koopbaar ding uitkomt. God, colleren. Oké. Doe ik zo. Oké. Dit is wel leuk. Dit moet je even lezen. Er staat op speciaal voor jou, hartje. En niet aan je vriendin geven. Ik denk dat ik toch weet wat het is. Want het is namelijk een soort van goodie dingetje van Razer. Omdat de vorige unboxing van Razer die we hebben gedaan was natuurlijk de Black Widow Chroma V2. En er zat zo'n ding in. En ik zei al tegen de guy van Razer. Die moet ik altijd afgeven aan mijn vriendin. Dus het is nou gewoon weer een nieuwe keycap. Zodat ik er ook eentje voor mezelf heb. Thanks Mark, je bent een held. Maar goed, toch weer zo'n keycap erbij. Is wel leuk, want ja, mijn vriendin wou hem heel graag. En ik dus ook. Maar ja, kiek hem gaan. Chroma keycap met alle kleurtjes. Goed, je kunt die vorige unboxing kijken van de Razer producten. Daar zaten die dus ook in. En daar hebben we het meer over die switches. Maar dit is gewoon even een extra presentje erbij. Wat ik wel kan waarderen. Dat is wel tof. Nou, halen we dit eruit. Wat hier dan in zit is 2, maar liefst, mysterieuze Razer doosjes die er zo in één keer bij komen. En dan denk je van, nou Tom, wat kan dat zoal zijn? Nou, voordat ik die klepjes eraf haal, het gaat dus over de Z-Vault van Razer. En de Z-Vault is een soort van loyaliteitsprogramma. We hadden ook al een nieuwtje ervan op gamersnet.nl, kun je even doorklikken in de beschrijving. Maar het komt erop neer dat het een soort van loyaliteitsprogramma is. Dus als jij producten van Razer koopt en games koopt via die Razer service, dan krijg jij Razer Gold of Z-Gold en Z-Silver. En daarmee kun je dan weer meer korting krijgen op Razer producten, maar ook games. Dus ook in-game aankopen, zoals in Smite of in Paladins. Heel apart allemaal, ze hebben het net gelanceerd. En om het te lanceren sturen ze dus deze presentjes aan ons op. Zodat wij er ook een beetje mee kunnen testen. En dat we het leuk kunnen laten zien, want voilà. Dit is gewoon een echte zilveren coin. Z-Silver. Dan ben ik benieuwd of ik hem ook nog hier uit kan halen. Of dat hij zo vast is. Even kijken of dat... Is het een klepje? Of zijn ze zo al compleet? Dat vraag ik me dan ook echt... Oh, yes, there we go. Kijk. Wabam. Dus het is gewoon Razer Z-Silver. En natuurlijk, ja, dan kun je er wel een beetje op rekenen dat hier in dit andere doosje natuurlijk een gouden Z-Gold coin ligt. Ja, super tof. Ik moet alleen even oppassen dat... hier zit een vouchercode in. Die ga ik even uithalen, zodat niet iedereen meteen dit steelt. Want dit is dus een code die te goed is, zodat wij kunnen testen met wat die Z-Vault nou allemaal inhoudt. Dus wij kunnen wel kijken of we wat games kunnen kopen, of misschien iets van Razer. Om te kijken of die hele loyaliteitsprogramma wel een beetje werkt. Maar goed, kiek ze hier zo eens liggen. Dit is toch... Ze zijn ook echt super massief. Ik denk niet echt goud en niet echt zilver. Maar ik vind het wel een heel leuk klein presentje om dan toch zoiets te hebben van... Hé jongens, we lanceren een service met goud en zilver, dus we sturen jullie op goud en zilver. Super gaaf toch? Nou goed, dan weet je het en je bent weer up-to-date over de Z-Vault. Voor als je dat een keer wil uitproberen, je kunt vast doorklikken in de beschrijving of zo. Maar is leuk. Thanks Razer voor allereerst deze coins. En natuurlijk nog, zodat ik niet meer nog eentje aan mijn vriendin hoef te geven. Dus dat is wel super nice. Dus deze die hou ik dan lekker zelf en die gaat lekker aan mijn autosleutels gehangen worden. Overigens, dat was het voor deze unboxing. Klik ook meteen even door als hij er al staat, want meteen na deze unboxing gaan we ook deze opnemen. We hebben namelijk de nieuwe controller aangevraagd van Nvidia voor de Shield. En toen was er iets van, fuck it, we sturen gewoon helemaal de Shield op. En die hadden we nog niet unboxed, dus we kunnen de Shield ook nog eens lekker gaan unboxen. Dus dat allemaal en meer. Gamersnet.nl, tot snel!